Hey hallo, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik van plan om naar de stad te gaan samen met een vriendin. En het leek me leuk om jullie mee te nemen. Ik heb echt oprecht heel veel zin om te gaan shoppen. Maandelijks koop ik al een aantal dingetjes, maar ik wil gewoon een nieuwe garderobe. Dit is mijn kledingkast op het moment. En ik heb wel wat kleding, maar ik ben gewoon op dit moment niet zo tevreden met de kleding die in mijn kast hangt. Dus ik ga op zoek naar nieuwe items. Misschien dat ik wel een nieuwe stijl ga ontdekken. Ik ga er niet vanuit. Maar ik wil gewoon nieuwe kleding. Soms heb je gewoon de behoefte aan iets nieuws. En dat heb ik op dit moment. Het is vandaag een hele zonnige dag. Dus dat is mooi meegenomen. Ik ben ook ontzettend vrolijk op dit moment. Dus laten we maar naar de stad gaan. Ik zal gelijk mijn outfit voor vandaag laten zien. Ik heb dit topje van de H&M aan. Mijn pantalon is van Only, als ik het niet verkeerd heb. Deze tas heb ik al best wel lang. Ik heb geen idee waar die vandaan komt. Voor de rest heb ik hier nog een zonnebril, een kettingje en een horloge. En de schoenen die ik aan heb zijn mijn all-time faves. Namelijk mijn witte Nike's. Ik heb ze echt elke dag aan. Het wordt tijd om een nieuw paar te halen. Het is ook niet echt verstandig om elke dag op dezelfde schoenen te lopen. Oké, ik heb mijn eerste item aan en het is echt 23 graden buiten. Maar zoals je kan zien heb ik een trui aan. Hij is op zich wel leuk, alleen ik vind hem een beetje te cropped. Dus ik denk dat ik hem niet ga nemen. Als hij iets langer was, had ik hem misschien wel genomen. Kijken, hoe duur is hij? 11 euro. Dat valt wel mee. Ik vind hem wel lekker zitten. Alleen ik vind hem gewoon niet chill dat hij zo cropped is. Kijk, bij deze outfit kan het wel. Maar ik denk niet dat ik tijdens de wintermaanden alleen maar high-waisted broeken ga dragen. Jammer. Ik heb nu dit aan. Dit topje heb ik toevallig al in het wit. Dus ik denk dat ik deze wel ga nemen, want ik vind hem gewoon heel fijn zitten. Oh, dit licht, jongens. Oké. De broek, daar zit ik heel erg over te twijfelen, want ik heb al een soort gelijke broek. Hij zit overigens heel erg chill. Hij is 16 euro en voor 16 euro is hij best wel van goede kwaliteit. Hij heeft hier ook, ik ga half strippen hier, maar hij heeft hier, hallo, kan je het zien? Nee, zo'n schuif dingetje. Dat is heel erg fijn. Voor Primark kwaliteit vind ik hem nice, maar ik denk dat ik hem niet ga dragen. Dus ik ga hem niet nemen, maar hij is wel leuk. Topje neem ik sowieso voor 4 euro. Ja. Toen ik deze playsuit zag, dacht ik, oh, deze is heel erg schattig. Maar hij zit hier echt heel raar. Een raar strikkie. En als je hem open doet, dan is hij ook niet mooi, want dan zie je boobies. Maar ja, ik vind het patroon wel heel erg schattig en lekker zomers. Ik kan hem ook wel zo dragen, maar dat is too much. Nee, jammer. Hij had leuk kunnen zijn, maar het wordt hem niet. Even de prijs nog, hij is 13 euro. Zo schattig. Ik zie bij de Zara deze hele leuke top. Ik vind hem echt zo leuk. Alleen hij is mega cropped. En daar hou ik niet zo van. En dat vind ik zo jammer. Want ik vind het patroontje, ik vind het model vet leuk. En hij is nog eens in het silk. Maar ja, ik ga dit sowieso niet dragen. En op dit moment heb ik ook wel een crop top aan. Alleen deze is nog best wel groot. Als voor een crop top zijnde. Het werkt vandaag ook niet echt mee. Al heb ik wel wat al geshopt. Ik heb een nieuwe manier gevonden van broeken dragen, want ik heb echt overvolle handen. Als je geen handen meer over hebt, gouden tip, leg je kleding dan op je schouder. Werkt ideaal. Ik zit zo erg te twijfelen over deze tas. Ik heb net al een tas bij de Primark gekocht, maar deze vind ik ook heel erg cute. En hij is nog eens in de sale. Best wel wat leuke dingetjes kunnen scoren. Ja, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik zo goed geslaagd zou zijn. Ik heb een aantal dingetjes in de sale gekocht. En een aantal dingetjes gewoon, ja, normaal. Ja, als eerste het item dat ik aan heb. Deze heb ik bij de Bershka gekocht voor... Zit het prijskaartje nog aan?
Nee, prijskaart zit er niet meer aan. Volgens mij was hij iets van 7 euro. En ik vind hem echt heel erg nice. Het is gewoon een simpel wit shirtje. En de tekst vond ik op zich ook wel leuk. Er staat namelijk op: The revolution is loving yourself. Een self-love quote. En daar hou ik wel van. En ik heb hem in de maat S. Hij is best wel oversized. Maar op zich maakt dat ook niet zoveel uit. Dan heb ik bij de Mango dit tasje gekocht. En zoals je kon zien zat ik eerst nog wel te twijfelen of ik hem wel of niet wilde halen. Maar ik ben toch wel blij dat ik hem heb gehaald. Hij was in de sale voor 19,99 en de originele prijs was 29,99. Ik vind hem anders, maar toch wel heel erg leuk. En ik denk dat ik er heel vaak gebruik van zal maken. Dan heb ik nog iets van de Bershka. En deze was in de sale. Oorspronkelijk was hij 19,99 en ik heb hem voor 9,99 euro. Ja, toen ik hem aan had, vond ik hem gelijk super leuk. Ik vond hem ook heel erg leuk staan bij mijn haarkleur. En het model viel gewoon leuk en ik dacht, hij is toch in de sale. Wat ik ook zo leuk vind aan dit blouseje is dat de mouwen iets aparter zijn. Ik weet niet of je het in het aanbeeld net kon zien. Maar ja, de mouwen zijn gewoon iets anders dan normaal gesproken. En dat vond ik wel heel leuk eraan. Het enige nadeel wat ik wel van dit blouseje vind is de voorkant. Want je moet de voorkant met haakjes vastmaken. En ik merkte dat je toch een beetje huid kon zien. Wat ik in eerste instantie niet zo erg vind. Maar als je bijvoorbeeld een lelijke BH eronder aan hebt, dan zie je dat. En dat vind ik iets minder. Maar als ik bijvoorbeeld een hele leuke bralette met een leuk printje, met leuk kant of zo eronder aan heb, dan vind ik het niet zo storend. Maar het viel nog best wel mee. En voor een tientje kon ik het niet laten liggen. Dan heb ik bij de Primark, zoals jullie konden zien, dit topje gehaald voor 4 euro. Kon ik het ook niet laten liggen. En zoals ik al eerder zei, heb ik hem ook in het wit. En een simpel topje kan nooit kwaad. Ik merk wel dat de winkels de laatste tijd heel veel van die crop tops verkopen. En soms vind ik het fijn, zeg maar met zulke topjes. Maar soms vind ik het echt gewoon niet chill. Want ik denk, ik wil gewoon niet alleen maar crop tops dragen. Oké, maar dit was wel een uitzondering. Want dit staat heel leuk met een high-waisted broek. Dan heb ik bij de Pull & Bear. Is het beer of bear? Pull & Bear. Daar heb ik een trui gehaald. En dan denk je, waarom koop je een trui als het zomer is? Nou, er was heel veel sale. En ik kon het niet laten. Deze trui was 6 euro. Ik heb hem in een maat M gehaald. Want ik zag geen S'jes meer. Maar hij zit wel heel erg leuk. Lekker comfortabel. En oversized. En daar hou ik van. Dus ik heb deze voor 6 euro. Dan heb ik bij de Primark een tasje gehaald. Lekker twee tasjes gescoord vandaag. Ja, ik wilde eigenlijk gewoon één nieuwe tas scoren. Wat doe ik? Ik koop er gelijk twee. En deze was 10 euro. Hij heeft op zich al prima ruimte. Ook nog een zijvakje met de rits. Wat heel fijn is. Ja, en ik vond hem gewoon leuk. Lekker simpel. Dit vond ik ook wel schattig eraan. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet echt iets over dit tasje te zeggen. Ik vind hem heel chill. En dan alweer mijn laatste aankoop. En dit wilde ik al heel lang kopen bij de Primark. Namelijk een dekbedovertrek. Ik heb deze echt al elke keer als ik bij de Primark kom, zie ik deze. En ik had mazzel, want dit was ook de laatste. Ze hadden hem ook voor ja, een eenpersoonsbed, maar ik heb een tweepersoonsbed. Dus ik ben zo super blij. En hij is zo ontzettend zacht. Ik kan het materiaal een beetje omschrijven als een hele comfortabele joggingsbroek. Het is zo ontzettend zacht. En ik ga hem gelijk even in de was gooien, zodat ik hem direct kan gebruiken. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Hoe blij kan je worden van een dekbed overtrek? Okay. Maar hij was 20 euro. Dat vind ik op zich ja, gewoon een prima prijsje. Voor dekbed overtrek. Waarom zit ik dit helemaal uit elkaar te halen? Dit zijn de kussenslopen. Ze zijn best wel groot. Een kussensloop altijd groot. En dit heb ik het overtrek. Ik ben echt heel erg blij met mijn aankopen. Ik ga er zeker heel veel plezier van hebben. Vond je dit nou leuk? Laat het dan hieronder in de reacties achter. En mocht je vaker zo'n video willen zien, laat het dan ook vooral weten. Het lijkt me ook leuk om jullie een keer
mee te nemen als ik bijvoorbeeld bij de IKEA ga shoppen. Want ik denk dat ik binnenkort ook naar de IKEA ga. Ik heb er gewoon weer zin in. Ja, soms is het gewoon leuk om geld uit te geven. En ik denk dat ik zulke video's leuker vind om te maken. Want soms maak ik alleen een shopvlog van hey, yo, dit heb ik gekocht. En dan laat ik het zien. Maar een combinatie van een soort van pashokje shopvlog en zo'n soort shopvlog vind ik ook wel leuk. Laat me vooral weten wat jouw favoriete item uit deze video was. Ik kan oprecht niet kiezen. Doe vooral ook dat duimpje omhoog. En hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!